zal je net zien, precies bij het begin van mijn gratis online training gaat de centrifuge aan. Goedenavond allemaal. Ik wacht nog even, ik laat jullie even rustig binnenkomen. Vanavond geef ik de gratis online training de twee vragen die je jezelf als coach moet stellen. Ik kijk voornamelijk in het webinar waar mensen zich met hun e-mailadres hebben aangemeld. Maar ik heb ook maar een Facebook Live aangezet. Dus als je waar je ook inschakelt, of het nou op het webinar is of op een Facebook Live, zeg even gedag. Ik zal proberen om zoveel mogelijk vragen van alle kanten te beantwoorden en jullie opmerkingen mee te nemen. Kunnen jullie maar goed verstaan? Willen jullie dat eventjes laten weten? Want wat ik zeg, nu gaat net de wasmachine centrifugeren. Even kijken hoeveel mensen er hier nu. Even zien. Ik zie hier 12 mensen. Kunnen jullie mij verstaan? En als jullie me niet kan horen... welkom allemaal. Kunnen jullie mij goed verstaan en zien? Luid en duidelijk, super. Hartstikke goed. Zoals je hebt gemerkt in de chat van het webinar staat de chat gewoon open, algemeen. Bij Facebook Live natuurlijk ook, want dat is hetzelfde. Beetje blikken geluid. Annette, misschien is dat omdat mijn centrifuge nog aanstaat. Die is wel zo afgelopen, dus hopelijk dat het straks beter is. Ik laat de chat ook open, zodat jullie elkaars reacties ook kunnen zien. Want ik wil dit heel graag zo open mogelijk houden. En ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen en reacties. En vooral omdat ik graag een onderwerp bespreekbaar wil maken. Waarin ik misschien toch wel een soort stevige stelling ga innemen. Ben ik heel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Of jullie dat herkennen of niet. Dus vandaar dat ik het allemaal gewoon zo... dat jullie elkaars opmerkingen kunnen zien. Ik ben ook ondertussen live op Facebook. Voor de mensen die zich niet hebben ingeschreven voor het webinar. Dus zo kunnen we van alle kanten ervan profiteren. Laat anders even zien vanuit waar je meekijkt en luistert. Ik zit, hoi Gonnie, ik zit hier in Den Haag op mijn zolder. En daarachter staat de wasmachine nog even te centrifugeren, maar die is straks echt klaar. Hoop ik dat jullie me beter horen. Dus laat even weten. Jouwert, dag Henk. Helemaal vanuit het noorden. Diemen zie ik staan. Ik probeer een beetje de twee dingen in de gaten te houden. Als je inschakelt op de Facebook Live, laat me ook even weten vanuit waar je meekijkt. Schuddebeurs Zeeland, wat een leuke naam, Carine, om in Schuddebeurs te wonen. Zwolle, Enschede, ook Enschede heerlijk aan de keukentafel, goed zo. Heb je er ook een kopje thee of koffie bij? Ik weet natuurlijk niet wat je prettig vindt. Ik ben een echte theeklant. Of oploskoffie, waarvan mijn man zegt het is geen echte koffie. En misschien heeft hij ook wel een beetje gelijk. Even kijken. Anke, hoi, leuk dat je inschakelt vanuit Utrecht. Leuk. Oh, Yvonne, wat leuk dat je kijkt. Wat jammer dat je er niet was bij de lunch afgelopen vrijdag. Veronique vertelde dat je migraine had. Wat balen. Het was heel gezellig. Appingedam zie ik hier nog. Ja, hartstikke mooi. Even zien. Velp zie ik hier nog. Lisette, super, hoi, goed dat je erbij bent. Ja, de mensen lopen nu een beetje binnen langs alle kanten. Naast dat je hebt neergezet waar je vandaan, waar je zit nu op dit moment... Ben ik wel even benieuwd, hè? Ik ben de coach voor beginnende coaches. Maar misschien niet, dat niet nog iedereen mij kent of meer van mij gezien heeft. Zou je even in de chat willen neerzetten wat jij op dit moment hebt met het coachvak? Ben je al begonnen?
of overweeg je te beginnen. Noem jij jezelf nog een beginner? Of ben je al wat meer gevorderd? Ik ben gewoon even benieuwd wie er zijn ingeschakeld. Ja, goed om jou even te lezen, Yvonne. Hier zie ik nog iemand van Ridderkerk. Ja. En voor de mensen in het webinar, dat is wel handig. Als je nou een vraag wil stellen of een opmerking wil plaatsen waarvan je zeker wil weten dat ik hem niet mis. Bij het webinar kun je, zie je een soort gesprekswolkje onderin staan en daar staat Write Your Message Here. Als je op dat driehoekje klikt wat daarnaast zit, klapt er een scherm open en dan kun je kiezen voor question en voor een rood vraagteken. Dat is handig, want dan, ik zie al dat er veel opmerkingen komen. Dat is handig, want dan kan ik jouw vraag er makkelijk uitpakken. Laten we eens even kijken. Ik zie hier beginner, stress counselor, beginner, budgetcoach en opruimcoach. En ik wil trainingen gaan geven. En het zegt online coaching aan het opstarten. Geen ervaren coach, wel een ervaren verpleegkundige. Ja, Henk zegt een beginner. Een absolute beginner, wat leuk. Wat is het verschil tussen een beginner en een absolute beginner? Ja, en ik heb straks nog wel een andere vraag die ik wil stellen. Moet ik hem even... Want ik wil nog niet op de dingen vooruit lopen. Oké, nou misschien ook wel. Joyce zegt, ik heb nog maar één oefencliënt. Ja, oké. Lisette zegt, gevorderd. Ik zal hier kijken of ik nog iets gemist heb. Ik geloof het niet. Ja, hartstikke goed. En de vraag die ik jullie wil stellen, ik zet jullie meteen aan het werk. Ik ga straks echt van alles vertellen, ik beloof het. Maar ik ben gewoon even benieuwd. Wie van jullie heeft een coachopleiding gedaan? En zo ja, waarom heb je een coachopleiding gedaan? En zo nee, overweeg je het nog? Of zeg je van, nou, ik heb helemaal geen plan om een coachopleiding te doen. Anita zegt, ik krijg hem niet op de laptop. Maar kan wel tikken, kijk nu via de telefoon. Nou ja, als het goed voor je werkt. Anje zegt, ik ben bezig met een, ik denk LOE dat je bedoelt. LOE, cursus zelfstandig life coach. Ja, Anita zegt, ik heb een opleiding gedaan. Goed, als het werkt, dan werkt het, hè. Ik heb hier ook een soort digitale opstelling. Je kan het niet zien, maar ik heb hier dan mijn grote computer en mijn telefoon staat daar aan. Oh, wacht even. Nou, ik had alles al uitgezet. Joyce zegt, ik ben bezig met de tweede thuisstudie, live coaching. De eerste was te zweverig. Ah, interessant. Ik bedacht me nog iets, dus dat moest ik meteen even opschrijven. Yvonne zegt, gevorderd, ja. En ik weet toevallig ook welke opleiding jij hebt gedaan. Joyce zegt, een training gedaan en veel boeken gelezen. Karin, budgetcoach, opleiding NAA. Oh, ben ik jouw huiswerkdocent geweest, Karin? Denk het wel, hè? Annette zegt, cursus via Laudius, thuiscursus, geen... plan om een andere cursus naartoe. Ellen zegt, ik ben NLP master. Ja. Goed. Nou, dan weet ik gewoon even een beetje. En dan weten jullie ook van elkaar een beetje wat hier zit. Ik heb een beetje een mysterieuze titel gekozen, hè, voor deze online training. De twee vragen die je jezelf als coach moet stellen. En ik heb hem vrij zwart-wit neergezet. En ik ga een aantal dingen ook vrij zwart-wit neerzetten hier in deze online training. En dat komt omdat ik het een aantal dingen zelf heb ervaren. En naarmate ik meer met jullie werk, hè, met beginnende coaches. En naarmate ik, hè, ik geef les voor Scheidegger, opleidingen voor een aantal coachopleidingen. Ik ben huiswerkdocent voor NHA. Volgens mij zitten hier ook een aantal mensen tussen. En ik werk nu, denk ik, ruim anderhalf jaar echt exclusief met beginnende coaches. En ik kom een aantal dingen heel veel tegen... en ik ben dit werk niet gaan doen om dan maar te denken, nou ja, ach, weet je wel, ze zoeken het zelf maar uit als je ergens tegenaan loopt. Nou,
Ik wil je kort even iets over mezelf vertellen. Dus mijn naam is Divera van der Elst. Ik ben de coach voor beginnende coaches. En het is mijn droom om iedereen die verliefd is geworden op het coachvak te helpen met een aantal dingen. Ten eerste om het beste uit jezelf te halen. Want als jij het beste uit jezelf haalt en goed voor jezelf zorgt, kun jij ook het beste van jezelf geven in je werk als coach. En daarnaast, waar ik me echt op richt, is om je te helpen met die stap te zetten vanaf de coachopleiding richting het echt de coach uithangen. Dat is iets waar ik zelf al tegenaan liep. Ik heb hele fijne, hele goede coachopleidingen gedaan, waar ik hele goede begeleiding heb gehad. Die essentieel is geweest voor mijn ontwikkeling. Maar nog vond ik het spannend om die stap te zetten om A, mezelf coach te noemen. En B, om te gaan met de dingen die ik toch wel tegenkwam toen ik eenmaal ging starten als coach. En gesprekken ging voeren en in interactie ging met cliënten. En dat sommige dingen goed gingen en sommige dingen niet zo goed gingen. Dus vanuit mijn eigen ervaring ben ik er tegen een aantal dingen aangelopen. En ik zie dus in de praktijk een aantal dingen gebeuren. Dus de eerste vraag die je jezelf moet stellen als coach, vind ik, en daar wil ik het met jullie heel graag over hebben, is: waarom wil jij dit werk doen? Wat is de reden dat jij als coach wil werken? En dus heb besloten, ik noem me coach of ik ga me coach noemen. Ik geef jullie even de tijd om... zet eens neer, waarom wil jij als coach werken? Waarom wil jij jezelf coach noemen? En ik zal je dan vertellen waarom ik eigenlijk als coach wilde werken. En in eerste instantie was het niet eens een hele bewuste keuze, ben ik heel eerlijk in. Maar ik merkte dat ik het ontzettend interessant vond om vragen te stellen en mensen aan het denken te zetten en net een stapje verder te helpen nadat ze misschien zelf zouden hebben gedaan. Maar heel eerlijk, ik wacht nog heel even. Ik wil jullie eerst even, anders ga ik jullie antwoorden inkleuren. Wat is de reden dat jij als coach wil werken? Voor de mensen op de Facebook Live en voor de mensen in het webinar, voer eens in wat voor jou de reden is. En als jullie dit nog terug kijken en luisteren, op Facebook is dat helemaal handig, zet alsnog je antwoorden in de comments, hè, want dan kan ik dat later alsnog teruggeven en erop reageren. Anita schrijft: geen bewuste keuze ook hier, maar ik heb zelf een transformatie doorgemaakt en ik wil dat graag anderen ook laten zien hoe dat kan. Ellen zegt: ik wil graag mijn licht doorgeven. Goed, helder. Even kijken of ik hier nog iets, een reactie krijg. Er zit iets vertraging op de lijn, hè? Ik weet dat zodra ik iets vertel, duurt het even voordat het bij jullie aankomen en duurt het even voordat ik dan weer de reacties terugkrijg. Maar ik vind het belangrijk om jullie even de tijd te geven. Carine zegt: ik vind het leuk om mensen te helpen om samen ze te laten groeien, ze te laten zien dat ze meer kunnen. Jacqueline zegt: ik wil graag mensen zelf inzichten geven die ik heb doorleefd. Ja, dus ik zie al een aantal ervaringsdeskundigen. Joyce zegt: omdat ik de wereld een stukje mooier wil maken. Ik weet, en weer ervaring, dat er meer uit het leven te halen is en fijner en prettiger kan zijn. Ik merk dat als ik een coachend gesprek heb gehad, ik mij prettiger voel. En de zon weer laten schijnen daar waar het donker is. Prachtig omschreven. Ik kijk heel even hier bij de Facebook Live. Lisette schrijft: voor mij is dat om mensen in te laten zien wat voor mooie dingen er mogelijk zijn. Vanuit eigen ervaring. Ook weer eigen ervaring, hè? Interessant, hè? Dat heb ik dus ook gemerkt. En dat is misschien ook niet heel gek, maar ik vind het juist leuk. Jongens, coaching gaat erover het onbewuste naar het bewuste halen. Hè? Om daarin dan ook keuzes te kunnen maken. En dat is met dit precies hetzelfde. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb nooit de bewuste keuze gemaakt van: hey, dit is iets, ik ben door een bepaald proces gegaan. Of dit is iets waarin ik een stukje van mezelf wil geven, dus ik wil starten als coach. Nee, dat was een soort van ik vielde of ik rolde er zo in. En ik merkte dat ik er heel blij van werd als andere mensen heel blij werden van hetgeen wat ik deed en wat ik teweeg kon brengen. Annette schrijft: ik wil mensen die zich beperkt voelen door chronische ziekten, beperkingen, helpen om hun leven weer richting te geven.
mijn eigen ervaringen met chronische beperkingen inzetten hiervoor. Ja. Yvonne schrijft, ik wil mensen geestelijk en lichamelijk fit maken. Helder. Dus het is toch een interessant om heel even bij stil te staan. Van alles wat je in de wereld had kunnen doen. En misschien ook wel heb gedaan. Want toevallig weet ik van een aantal van jullie, die ken ik wat langer. En ik weet dat jullie al eigenlijk een hele carrière erop hebben zitten. En niet per se als coach. Als je naar mij kijkt, ik heb in de verkoop gezeten. Ik ben marketingcommunicatie heb ik gedaan. Ik heb trainingen gegeven op het gebied van communicatie en van verkoopvaardigheden, bijvoorbeeld. Maar echt het coachen en helemaal wat ik nu doe, ja, ik wist wel dat ik iets wilde, dat er meer mogelijk was, wist ik een soort van diep van binnen, maar ik heb heel lang heel iets anders gedaan. Gonnie zegt nog, ik heb als individueel begeleider mensen begeleid en kwam erachter dat veel mensen behoefte hebben aan een luisterend oor en dat ze hulp nodig hebben om de juiste weg in te gaan. Ja. Dus die eerste vraag, waarom doe je wat je doet? Waarom wil je als coach werken? En waarom vind ik het zo belangrijk dat we hier bewust met elkaar bij stilstaan? En dat heeft straks ook met de tweede vraag te maken. Want ik nodig je uit om daar echt even, desnoods dit moment van te pakken, om daarover na te denken. Want wat betekent dat nou eigenlijk? Wat ik veel tegenkom in de praktijk, en jij bent de enige die, bij alles wat ik vertel, nodig ik je uit, toets het bij jezelf. Hoe voelt dat? Heeft ze wat mij betreft een punt, ja of nee? En wat vind ik daarvan? Want ik zeg helemaal niet dat het voor jullie allemaal zo werkt. Maar ik kom het te vaak tegen om het als een incident af te schuiven. Want wat maakt dat je dit werk wil doen van alles wat je in de wereld had kunnen doen of kunnen worden? Hè? Op het moment dat je zelf iets hebt ervaren en je andere mensen daarvoor wil behoeden, of juist andere mensen de kans wil laten zien hoe mooi de andere kant van die ervaring kan zijn, is het des te belangrijker om je bewust te zijn van waarom doe je dit werk. Want een coach is geen adviseur. Een coach is geen redder of helper. Een coach is iemand die helpt om iemand zijn eigen pad te laten vinden. En de grootste valkuil van de drive en de drang hebben vanuit iets wat je zelf hebt meegemaakt, is dat je, ik chargeer even, hè, maar ik weet zeker dat je me kan volgen. Want ik lees bijvoorbeeld, Mirjam schrijft, de antwoorden en de kracht in henzelf helpen hervinden. En dat is, als ik met jullie spreek en ook als ik de lessen geef en ik vraag dat, weten jullie allemaal, ik ben een beetje, voor mensen die mij nog niet kennen, soms kan ik een beetje kort door de bocht zijn. Maar bear with me. Soms om het wat groter en extremer te maken, snap je wat ik bedoel. En ik nodig je echt uit om met me mee te gaan in die overweging. Als je zelf iets hebt ervaren en ik weet hoe dat is, dan is het risico heel groot dat je de situatie van de cliënt ziet zoals jij je ervaring hebt. En dat is niet gek, want jij bent ook niet in staat om voorbij jouw eigen grenzen te kijken, omdat je vaak niet eens door hebt dat je die grenzen hebt. Snap je wat ik probeer te zeggen? En hoe groter jouw behoefte is om vanuit een persoonlijke ervaring goed te doen en mensen te helpen en een verschil te maken, vaak hoe groter de valkuil is dat je de situatie bekijkt zoals jij hem hebt ervaren. Snappen jullie wat ik daarmee bedoel? Geef me even wat duimpjes of hartjes op Facebook en even wat, zet even een opmerking in de chat. Als je op zijn minst weet waar ik erover heb, en wellicht dat je ook mag toegeven dat je dat misschien ook wel voelt. Dat je ook wel voelt dat je soms bijna zo enthousiast wordt omdat je het verhaal herkent van een ander. Dat je denkt, ja, maar het hoeft niet zo te zijn. En dat kan betekenen dat je de situatie bekijkt zoals jij hem hebt gezien. Ja, precies, Jo, uitstekend overdracht. Ik wil het niet eens over die specifieke. Er zijn een aantal coachtermen die hierbij horen, wil ik het niet eens op dit moment over hebben, maar dat is het. Ik hoor, ja, buiten je eigen grenzen kijken, of ik hoor, kan het natuurlijk niet horen, maar ik lees. Karen zegt, ik begrijp je. Joyce zegt, herkenbaar. Ja, ik snap het. En ja, dan moet je soms even gas terug innemen.
En Jacqueline, inderdaad, overdracht tegen overdracht. Dank jullie wel. Ik ben echt heel blij om jullie opmerkingen te horen van ja, dat herken ik. En een aantal termen terug te horen waar dit inderdaad over gaat. Ik ben heel eerlijk. En ik vind het nogal wat om dit, zeg maar, want ik ben ook op Facebook Live. Dus iedereen die dit bekijkt, kan dit weer terugzien. In 2010 had ik mijn eerste coachopleiding afgerond en ik dacht, ik ben het. Ik was er 100% van overtuigd, nou, ik ben coach. En ik weet alles wat ik weten moet en we gaan het gewoon doen. Heeft ook te maken met mijn, dat is echt een heel persoonlijk stuk van mij, is dat ik eigenlijk heel lang, in eigenlijk alles wat ik heb gedaan, daar ben ik me pas later, en ik ga je ook vertellen hoe dat is gekomen, dat ik me daar echt zo bewust van ben geworden. Later ben ik me bewust geworden wat er nou precies gebeurde. Ik heb eigenlijk nooit durven zeggen, ik weet iets nog niet, of ik kan dat nog niet. Of ik vind iets moeilijk. Ik heb de overtuiging gehad dat voor mijn behoud, een soort van overlevingsmechanisme, was het nodig om heel hard te doen alsof ik het allemaal wist en onder controle had. En ik weet zeker dat ik daar niet de enige in ben. Dus als je dit mogelijk herkent, je mag er een opmerking over plaatsen. Je mag me ook alleen even wat liefde geven via Facebook of via het webinar. Maar snap je hoe listig het is als je zoiets moois als het coachvak wil uitvoeren? Er ook zelf 100% van overtuigd zijn van nee, dit heb ik helemaal onder de knie. En ik kon het ook opdreunen hoor, want wat is een coach? Een coach is iemand die de ander zijn antwoorden laat vinden. Want vanuit het boekje wist ik het allemaal precies. Alleen daadwerkelijk in de praktijk heb ik ervaren dat ik het niet in de gaten had wat er gebeurde. Omdat ik onbewust nog niet, ik had mezelf nog helemaal geen toestemming gegeven om even de beginner te mogen uithangen. En daar heb ik een heel mooi voorbeeld van. Want ik startte als coach en toen begon ik met mijn lenteactie. En er zijn een aantal mensen die door de lenteactie zijn gegaan. Dus ik ben benieuwd of je je misschien daarin herkent. Niet iemand die hier op de Facebook of op het webinar zit, maar de replay, wie weet dat iemand dat nog bekijkt. Wat ik eigenlijk wilde, diep in mijn hart, was een kans om te oefenen. Om meer vlieguren te maken. Om wat meer zelfvertrouwen op te bouwen. Maar dat heb ik nooit gezegd of durven toegeven. Niet aan mijn medecursisten, niet aan mijn docent. Eigenlijk ook niet aan mezelf. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon een oproep gedaan. Ik heb gezegd, het is lente en ik doe een actie. Er waren 5 plekken, geloof ik, voor een gratis coachtraject. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dat heb ik gedaan. Op zich is het prima gegaan. Alleen nu, terugkijkend, zoveel jaar later. En zoveel ervaringen later, daar ga ik straks meer over vertellen. Zie ik dat ik toen, was ik er nog helemaal niet klaar voor. En was het heel duidelijk dat ik... hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat ik vanuit wat ik dacht was goed, wat goed was voor de ander, die coachtrajecten ben ingegaan. Nogmaals, gelukkig heb ik daar is dat met die trajecten goed gegaan. Maar ik heb straks een voorbeeld van een traject wat niet zo goed is verlopen. En dat was mijn schuld. En als ik de dingen had geweten die ik nu graag met jullie wil bespreken en met opzet... Ik vind het leuk om een grapje te maken en ik vind het leuk om af en toe even iets uit te vergroten. Maar ik wil soms ook dingen wel echt heel serieus neerzetten. Met opzet wil ik hier heel serieus met jullie over praten. En ik hoop dus dat zoveel mogelijk mensen deze training, workshop... misschien is het wel alleen maar iets wat ik wil vertellen, dat ze het zien. En dat ik je uitnodig om echt bij jezelf te raden gaan, hoe sta ik erin... En hoe kan ik het voor mezelf en voor de ander beter maken? Ik kijk heel even naar de opmerkingen. Anita zegt, ik vind het al goed als ik me bewust ben. En dat ben ik altijd. Oké. Nou, wel knap als je je altijd bewust bent. En zelfs dat is lastig, hè?
Want nogmaals, de definitie van een blinde vlek is dat je het zelf niet ziet, hè? Dus het is, ik snap denk ik wel wat je probeert te zeggen, Anita, maar nog om te zeggen dat je je altijd bewust bent, dat is een beetje gek. Net zoals dat je als coach niet kan zeggen dat je klaar bent met leren, want je weet nooit waar jouw grenzen zijn en waar je nog een ontwikkeling te maken hebt, omdat je, als je daar voorbij kon kijken, was dat niet nog je ontwikkelpad. Snap je een beetje wat ik bedoel te zeggen? Even kijken, Henk zegt herkenbaar die controle willen hebben, ja. En Henk zegt ook, wanneer ben jij er wel echt klaar voor? Move before you are ready. Ja, absoluut. Laat ik ook vooropstellen dat dit niet, hele toestand en mijn serieuze woorden, is absoluut niet om te zeggen, je mag nog niet beginnen of de valkuil, als je een perfectionist bent, wat ik ook ben, maar ik was nog meer een pleaser, dus daarom ging ik eerder coachen dan, of eerder onbewust coachen dan dat misschien goed voor mij was. Als perfectionist zou je kunnen wachten totdat het helemaal perfect is en je alles kan. Maar dat kan niet, want je leert pas door het te doen. Maar het feit dat jullie nu al hier aan het luisteren zijn en dat ik jullie aan het nadenken breng, maakt al dat je er anders in gaat dan misschien ik in het begin heb gedaan of dat jij zelf tot nu toe hebt gedaan. En ik ga je straks ook een aantal dingen vertellen wat je kunt doen om jezelf te helpen om zo goed mogelijk je werk te kunnen doen en goed te kunnen zorgen voor jezelf en voor de ander. Oh, interessant. Joyce schrijft, ik zie er ook tegenop om een oproep te doen voor oefencliënten, want stel je voor dat het misgaat. Ja, maar daarom zijn die oefencliënten juist zo goed. Ja, dit is misschien nog wel wat ik nu nog bij deze vraag... nee, dat ga ik ga die straks meenemen. Ik ga hem opschrijven over die oefencliënten. Mirjam schrijft, ik vond het ook moeilijk als er stiltes vielen. De cliënt echt ruimte te geven om even na te laten denken. Maar dat is gaaf, hè? Dat is precies ook waar ik het over heb. Want zodra wij het moeilijk vinden dat er stiltes vallen, of dat we niet op de juiste vraag komen, zijn we te veel bezig met wat wij willen en met hoe wij zien dat het zou moeten, in plaats van dat we kijken naar het proces van die cliënt en wat die cliënt echt nodig heeft om verder te komen. En dat is ook inderdaad waar het hier om gaat. Jacqueline schrijft, ik heb een groep vrouwen gevraagd of ik met hun mag oefenen. Ja, heel gaaf. Heel, heel gaaf. Jongens op de Facebook, jullie mogen ook... Oh, crap. Ik mis... hij liep niet door. Wacht even. Ja, Yvonne zegt vragen stellen en bewust worden waar ze mee worstelen. Ja, oké, ik ben bij. Gelukkig. Ze liepen door, maar ik zag het niet. Goed. Dus die eerste vraag, hè, waarom doe je dit? En wees je bewust van jouw motivatie. Want vaak is het hoe groter jouw persoonlijke transformatie is geweest in een bepaald proces, hoe lastiger het soms is om het volledig bij die ander te laten. En misschien alleen af en toe eens iets... Kijk, het mooie is als je ervaringsdeskundige bent en je wil zaken doen op de manier zoals ik dat bijvoorbeeld doe. Dus heel veel Facebook lives, blogs, gratis trainingen. Dan kun je je eigen verhaal in je trainingen en in je blogs en in je... Facebook lives en in je quotes kun je alles van je eigen verhaal kwijt. En zodra je dan met die cliënt aan tafel zit, want hè, dan heb je dat ene platform om alles wat jij wilt delen. Want soms jongens echt, ik bedoel niets menselijks is mij vreemd, denk ik ook van oh, volgens mij weet ik precies als je het nou zo en zo doet, dan is het opgelost. Maar ik weet inmiddels dat het dus niet zo werkt. Maar die ene kant heb ik dan om mijn verhaal en mijn ervaring te delen. Maar zodra ik zit met een cliënt of met een groep, heb ik volledig... Ik weet niet of jullie deze kennen. Ik heb hier wel een paar keer over... Hij zit in een spiegelbeeld, maar hier staat dus divera.nl. Ik heb deze dan ook heel vaak in mijn handen om me te helpen herinneren dat ik me moet richten op die ander en niet wat er in mijzelf speelt. En de tweede...
Even tot zover. Is het helder? Snap je wat ik hiermee bedoel te zeggen? En wil je even aangeven... Wees even heel eerlijk. Is er iets waarvan je denkt... mogelijkerwijs zou ik hier ook wel eens... Zou dit bij mij ook wel eens kunnen spelen? Laat me even weten of ik nog een beetje te volgen... Ja, helder. Helemaal goed. Hier even kijken. Ja, mooi. En als jullie vragen hebben hierover... Want ik kom straks ook nog... die vond ik wel heel goed. Dat je zo eerlijk was, Joyce Louise... Van wat nou als het misgaat? Dat je het spannend vindt om met oefencliënten te werken. Maar dat... Pardon. Ja. Jo zegt nog niks nieuws gehoord. Prima. Ja hoor, dat speelt wel eens. Heel eerlijk. Helder. Ja, helemaal goed. En vervolgens is dit eigenlijk de overtreffende trap. Je weet dan waarom je het doet en wat jouw drijfveer mogelijkerwijs is of dat jouw verhaal een belangrijke rol speelt in dat je als coach wil werken. En mijn tweede vraag is, de tweede vraag die je jezelf als coach moet stellen is, wat zijn mijn issues? Wat zijn mijn persoonlijke knelpunten, ontwikkelpunten, belemmeringen, angsten, patronen? Twijfels, dingen die ik moeilijk vind, dingen waar ik gevoelig voor ben. Snap je een beetje? Ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. Wat zijn jouw issues? En dan kom ik weer terug op het verhaal dat ik na mijn eerste coachopleiding eigenlijk wel dacht van, nou, dat varkentje gaan we wel even wassen. En hoezeer ik een redder ben. En hoe dat in kleine dingen in mijn werk en in de manier waarop ik met mijn cliënten omging doorspeelde, daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik mijn tweede coachopleiding ging doen. Ik weet nog heel goed een moment, ik was haar heel dankbaar. Ik was samen met een andere coach, deed ik een teamtraject bij een bedrijf in het noorden van het land. En we hadden als team voor dat teamtraject een aantal voorbereidingsopdrachten. En dan gingen we met iedereen individueel gesprekken voeren om te weten hoe ze erin stonden en wat hun situatie was. Om zo dat teamtraject het beste in te kunnen gaan. En we hadden dus een rapport. En ik weet nog goed dat die leidinggevende zit naast mij en die... Kijkt een beetje zo over mijn schouder over het rapport. En ik draai dat rapport naar hem toe. Ik zeg, kan je het zo goed lezen? Of zal ik er anders nog eentje voor je uitprinten? Want dan, dan gaat het misschien wat makkelijker. Het was een heel klein moment. En in de nabespreking zei die andere coach tegen mij, waarom deed je dat eigenlijk? Ik zeg, hij kon het niet zo goed zien. En ik dacht, dan help ik hem daarmee. Ze zegt... We hadden deze afspraak al voorbereid. Hij wist dat we dat rapport gingen doornemen. Er waren allerlei redenen waarom hij had zichzelf goed kunnen voorbereiden. En in plaats van dat je gewoon liet gebeuren wat er ging gebeuren, ging ik helpen of redden. En dit is maar een heel klein voorbeeld. Maar omdat zij mij zo op zo'n mooie manier feedback gaf daarop, dacht ik, verhip, ze heeft eigenlijk wel gelijk ook. En het was heel onbewust. Ik dacht er helemaal niet bij na. Ik deed het. En toen dacht ik, ja, dat gebeurt me eigenlijk wel met meer dingen. Ook in een coachtraject. Ik heb een aantal keer te veel... hoe moet ik dat nou uitleggen? Er was bijvoorbeeld een dame die kwam bij mij. En die kwam eigenlijk alleen maar bij mij in een coachtraject... Omdat zij een budget had gekregen van de werkgever voor persoonlijke ontwikkeling. En ze kwam bij mij en ze zegt van ja, ik weet het niet. Eigenlijk heb ik niet echt een coachvraag. Maar ja, ik denk ik heb nou eenmaal budget. Dus ik wil daar wel wat aan doen. Uiteindelijk heeft het wel goed uitgepakt. Maar ik ben dus zo hard aan de slag gegaan om te zoeken naar wat we dan mogelijkerwijs met elkaar konden doen. Dat uiteindelijk hebben we wel
iets besproken over het feit dat zij graag het woord wilde nemen in een werkoverleg. Maar eerlijk gezegd, als ik terugkijk naar dat traject, was het eerder door mijn doorzettingsvermogen dat we iets hebben gedaan. En weet ik dus niet eens. En dat is, ja, weet je, ik vind best, het is best wel een dingetje om dit zo te zeggen. Maar weet ik niet eens of we nou hetgeen wat zij echt daadwerkelijk te doen had, of waar ik haar echt, wat we echt met elkaar hadden kunnen ontdekken en een stap in kunnen zetten, of we dat wel hebben ontdekt. Want ik was te hard aan het werk. En ik dacht van ja, als zij hier is met dat budget, nee, dat dacht ik niet. Zo kan ik er nu op terugkijken. Ik kon dat niet goed loslaten. Volledig het proces loslaten. Dus terugkijkend was dat heel duidelijk. Nee, Joyce Louise, ik heb nog een ander voorbeeld dat ga ik je zo direct ook nog vertellen. Van dat het niet helemaal goed is gelopen, een traject. En de mensen die bij mij de coachopleiding van Scheidegger hebben gevolgd, die kennen hem wel. Mirjam zegt ook herkenbaar invullen wat de verwachting van de cliënt is. Ja, ja. En weet je wat het gekke is? Als ik er nu over nadenk en dit ook zeg, denk ik, joh, logisch. Maar het was voor mij op dat moment niet logisch, omdat ik niet voorbij mijn eigen grenzen kon kijken. Dus dat is wat mij betreft één kant. Ik heb echt, en ik kan daar gelukkig tegenwoordig grapjes over maken. En wat ik heel erg leuk vind, ik zie dat bij de Facebook Live kijkt mijn docent van de tweede coachopleiding mee. Dus die zal de situatie die ik straks ga omschrijven voor jullie herkennen. Ik denk dat je er nog wel een beetje om kan lachen. Op dat moment kon ik niet lachen, kan ik je vertellen. Ja, sorry. Ik zit meteen weer na te denken over hoe dat toen. Even naar de opmerking, dan ga ik verder. Even kijken. Het is wel herkenbaar alsof ik mezelf verantwoordelijk maak voor het wel of niet slagen van de sessies. Heel mooi, Anita. Dat gevoel heb ik ook wel gehad. En hoor ik heel veel coaches zeggen ook. Hè, ik heb de Schatkamer voor Beginnende Coaches. Dat is een community waar we met beginnende coaches samen zitten. En dan hoor ik heel vaak van, ja maar, het moet toch wel van waarde zijn en het moet toch wel slagen en het moet toch wel succesvol zijn. Wij kunnen daar helemaal niets in besluiten. Hoe grager we dat willen, hoe meer we ons niet meer richten op die cliënt en alleen maar kijken naar naar onze eigen behoeftes. Ja, en Gonnie zegt, als je dit doorhebt, hoe draai je dat dan om? Nou, daar kom ik misschien straks nog op, maar de eerste stap, jongens, echt waar, is dat je het doorhebt. Want pas wanneer je het doorhebt, kun je op zoek gaan naar manieren hoe je dat voor jezelf beter kan doen. En als je het niet doorhebt, hoe weet je dan dat je het anders moet doen? Maar goed, ik wist al bij de aanvang van deze training, ik heb niet zeg maar een hele training met sheets en zo voorbereid, omdat ik wist dat ik vanuit mijn ervaring wilde vertellen. Maar nu moet ik even weer terug naar. Want ik was aan het vertellen over die tweede vraag. Wat zijn jouw issues? Dus de redder. Dat was een belangrijk issue voor mij. Maar ook, ik heb het al eerder genoemd, een stukje perfectionisme en het goed willen doen. Ik had een situatie tijdens mijn coachopleiding. En ik zal je vertellen, het was de eerste dag van mijn coachopleiding. Dat was de tweede coachopleiding die ik deed. De eerste dag van de coachopleiding en de eerste oefening die we moesten doen. En onze docent geeft een oefening om een soort beginnetje van een coachgesprek te doen. En we waren met z'n drieën en ik weet nog precies welke anderen dat waren. En het leuke is, de dame met wie ik toen de eerste keer oefende, daar ben ik nog steeds heel goed bevriend mee. We hebben contact gehouden na de coachopleiding. Dus het stukje perfectionisme en het goed willen doen. En je niet beseffen hoe onhandig dat is in een coachgesprek. Dus we krijgen de opdracht. En ik moet het eigenlijk een beetje voordoen. Ja, let op. Dan heb ik hier, ik had mijn notitieblok. En ik had mijn pen. En ik zat zowat in cliënt aan de overkant. En ik was mijn vragen aan het stellen en heel druk aan het schrijven. En aan het vragen stellen en aan het schrijven. En
Mijn docenten die was, die loopt dan de ruimte rond om te kijken van nou, hoe gaat het. Zij loopt naar mij toe. Ze zei niks. Het eerste wat ze deed, ze trok mijn pen uit mijn handen, legde mijn blok weg. En ze zei, niet zo hard werken. En ze zei dus wel wat en ze liep weer door. Oké. Okay. Dus ik dacht van, dat gaat goed. En tuurlijk, je zit in een oefensituatie, dat snap ik ook wel. Maar geloof me, ook al doe je een rollenspel, ook al zit je in een oefensituatie, je neemt jezelf en al je overtuigingen en je denkbeelden en je patronen gewoon mee, hoor. Daar kan ik een discussie over voeren met mensen die geen rollenspellen willen doen, maar dat is weer een andere discussie. Dus, ik had mijn pen en mijn blok, die werden rigoureus weggehaald. Dus ik voelde me een soort van naakt, maar nog steeds vooroverbuigend. Oké, nou dan gaan we er nog steeds het beste van maken, het beste van maken. En ik ben mijn vragen aan het stellen en ik ben me zo goed mogelijk aan het concentreren om te onthouden, want ik mocht niks meer opschrijven. Mijn docent heeft een rondje gemaakt. En ik ben wel even benieuwd, Astrid, weet je nog het tweede wat jij deed bij mij, bij die oefening? Kijk, ik snap, zij heeft natuurlijk honderden studenten gehad, maar ik heb maar één keer zo'n ervaring gehad. Dus ik wil even Astrid de kans geven om in de comments te zetten of ze nog weet. Eerst trok je de potlood en het blokje uit mijn handen en daarna deed je nog iets. En ondertussen, ik geef jou even de tijd om te reageren, kijk ik even naar de comments. Henk, je wil concreet resultaat bereiken, is wel mijn gedachte. En dat geeft een soort van druk, ja. Heel mooi dat je dat opschrijft en dat je dat beseft. Want dat geeft een druk op jou. En als je als coach in het werk bent, wil je de omstandigheden zo maken dat jij de kans geeft aan jouw cliënt om zijn eigen pad te volgen. In zijn eigen tempo. Tuurlijk weten wij een beetje hoe we dat kunnen beïnvloeden en uitlokken en structureren en dergelijke. Maar als wij iets willen, dan voelen wij inderdaad een bepaalde druk. En dat komt jouw ontspannen gevoel en het coachgesprek niet ten goede. Jacqueline zegt, in licht zetten bedoel ik bij mezelf om het te gaan herkennen en mee in het werk te gaan. Ja, absoluut. En Anita zegt, ja, ik heb dat door. Dat bedoelde ik met bewustzijn. Ik leun nu veel meer achterover en blijf in verbinding met mezelf. En het helpt mij heel goed. Kost me veel meer energie. Prachtig, Anita. Dat is wat ik bedoel. Ik ga even kijken. Nou, ik weet niet zeker of ze wel is ingeschakeld. Nee, ik ga het gewoon vertellen, want anders moeten jullie te lang wachten. Dus, hè? Ik had eerst mijn blok en mijn pen. Die werden weggehaald. De volgende ronde dat ze kwam, ze pakt mijn schouders. En ze duwt mij terug in de stoel en ze zegt, ik zei niet zo hard werken. En ze loopt weer door. En toen knapte er iets in mij. Ik wilde het zo graag goed doen. En ik helemaal ten opzichte van de docent. Ik ben ook altijd wel iemand geweest die het liefst een gepoetste appel dan voor de juf mee wilde nemen. Dat heeft met allerlei dingen te maken waar ik je nu niet mee ga vermoeien, maar misschien... Ja, spreken we elkaar nog wel eens. En ik denk als je mijn blogs leest, ik vertel veel over mijn persoonlijke leven. Dan kan je wel een beetje achterhalen waar dat vandaan komt. En ik flipte. Het was niet professioneel en ik heb eigenlijk mijn ogen uit mijn kop geschaamd. Maar ik ben zo dankbaar voor dat moment, want ik brak. En ik heb in een soort van hysterische huilbui tot aan de pauze geprobeerd om de rest nog van de les te volgen. Maar het was voor mij zo confronterend, maar zo goed. Het was een briljante interventie van mijn docent, maar het was voor mij zo confronterend om te zien hoezeer ik bezig was met mijn eigen dingen en niet met wat er aan de overkant gebeurde. En dan was ik al aan het werk als coach en had ik al een coachopleiding gedaan. Dus... herkenbaar, of tenminste herkenbaar misschien niet, maar helder tot zover. Geef me even een beetje liefde of wat duimpjes, dat jullie in ieder geval even volgen wat ik aan het vertellen ben. En een beetje compassie dat ik hier zo met mijn billen bloot ga. Ik ben blij dat jullie in het webinar, zie ik wel een aantal opmerkingen dat jullie het herkennen, of tenminste niet per se dit herkennen, maar dat je herkent dat je... Ah, dankjewel.
dat je herkent wat er kan gebeuren. Erg lief. En ik heb het moeten ervaren. Hè. Er is niemand, ook al probeer ik dit jullie wel te vertellen. Niemand kan het je eigenlijk echt vertellen. Door het te ervaren voel je echt van dit is iets waar ik iets mee moet doen. Of dit gaat juist goed of dit gaat helemaal niet goed. Ik zie hier nog een opmerking. Lisette schrijft, het is mooi om het proces van de ander te laten. Daarvoor wordt zoveel meer bereikt. Ja, maar dat moet je ook ervaren. Wist ik veel? Ik dacht, ik moet presteren. Ik moet hard werken. Ik moet veel waarde geven. Ik moet verschil maken. Ik kan hier uren over. En soms is het wel een beetje lastig. Want iemand zijn proces gunnen, word je toch warm van. Ja, nou en waarom vinden we het soms zo lastig om iemand zijn proces te gunnen? En dat is dus het listige, hè? Want onze intenties zijn zo goed. Oh, dankjewel Lisette. Lisette schrijft dat ik het zo leuk doe. Nou, dankjewel. Het gevaar is, je intenties zijn zo goed, want je doet het niet omdat je denkt, die ander kan het niet zelf. En je doet het ook niet omdat je denkt, ik weet het beter. Nou, laat ik het zeggen. Ja, ik generaliseer misschien wel, maar ik denk te herkennen, weet je, jullie zijn hoe ik was. Ik ben alleen gelukkig een paar stappen verder. Je doet het vanuit de beste intenties, vanuit je hart, omdat je iemand zo gunt dat hij kan komen op de plek waar jij bent. Dat je iemand zo gunt dat iemand weer het licht kan gaan zien of er weer blijdschap kan voelen of weer zelfvertrouwen kan voelen. En omdat jij het allemaal ziet en dat je denkt, ja, maar als ik dan mijn best doe, dan kan jij het ook allemaal zien. Dus, de eerste vraag die je als coach moet stellen is, waarom wil ik werken als coach? En de tweede vraag die je als coach moet stellen is, wat zijn mijn issues? En in hoeverre neem ik die mee in mijn coachgesprekken? In hoeverre laat ik die een rol spelen met de gesprekken die ik heb met mijn cliënten? In hoeverre kom ik misschien per ongeluk toch steeds in hetzelfde patroon als waar ik mijn hele leven al in heb gezeten? En ik heb daar dus 2 coachopleidingen en heel veel praktijkervaring voor nodig gehad om te komen waar ik nu ben. En ik zal je vertellen, ik ben er nog steeds niet. Nou, ik weet niet of je er ooit kan zijn, want als coach kies je voor een leven lang leren. En zelfs dat is belangrijk om je dat te beseffen. Ik sta veel meer in de van, goh, wat interessant stand. En de mensen die bij mij de coachopleiding doen, die moeten nu heel hard lachen. Want dat is een van de eerste dingen die ik leer, om dingen te zien als wat interessant. In plaats van daar een oordeel over te hebben voor of positief of negatief. Ik heb ineens even, valt het wat interessant. Ja, ik heb er dus 2 coachopleidingen en oh ja, heel veel praktijkervaring en veel vlieguren nodig voor gehad om hier te komen. En contact met supervisiegroepjes, intervisiegroepjes, met collega-coaches. Want ik ga nog dat andere voorbeeld ook nog vertellen, waar het niet helemaal ging zoals het had moeten gaan. Want mijn issues, hè, heel eerlijk, het heel goed willen doen, perfectionistisch zijn, dus ook willen redden, mensen willen behoeden, vanuit een goede intentie, ja, maar ik weet dat het zoveel beter is. En vanuit dat redders, vanuit die reddersrol of vanuit... Laat ik het anders stellen. Wie van jullie herkent dat als een cliënt aan het praten is, dat je op een gegeven moment vrij snel doorhebt, daar zit het hem in. Wie herkent dat? Dat je als het ware, nog voordat de persoon zelf erop is gekomen, dat je al een soort van paar lagen dieper ziet van ja, ik zie precies waar dat vandaan komt. Ik zie precies waar je stappen moet zetten om het echt... Om daar echt stappen in te zetten. Wie herkent dat? Ja, ik zie allemaal ja, ja, ja. Ja, heel mooi. Margreet, prachtig. Je herkent het, maar je laat het die cliënt zelf ontdekken. Maar let op.
Laat je de cliënt zelf ontdekken wat jij hebt herkend. Oh, schatje, Lisette, je bent lief. Ja, en dan een bloos erachter. Weet je, dit is, maar dit is de groep en de tijd waarop we gewoon eerlijk tegen... Hé, al die cliënten van ons kijken dit toch niet. Dus we zijn gewoon helemaal eerlijk. Die cliënten van ons die vinden zo'n livestream van zo'n coach voor beginnende coaches niet interessant. Dus wij kunnen gewoon lekker eerlijk zijn. Dus Margreet zegt, ik herken het, maar ik laat het de cliënt zelf ontdekken. En daarbij zeg ik niet dat het bij jou zo is, hè Margreet. Maar let op, wat er dus kan gebeuren. Jij bent de enige die bij jezelf kan afvragen, werkt dat inderdaad bij mij zo, ja of nee? Ik ga je een voorbeeld geven. En dan hoor ik vanzelf wel of jullie dat ook herkennen of niet. Want ik heb... Misschien, ik heb een gave, zeg ik, en het is een vloek of een zegen, het is maar net hoe je het bekijkt. Want ik ben in staat om bijna zonder dat iemand woorden uitspreekt, te zien op welke laag bepaalde vragen of bepaalde issues zich bevinden in de oorsprong. Ik ga daar niet al te veel over vertellen. Maar ik zal je vertellen, in het coachvak is het verdomde onhandig om zoiets te hebben. En helemaal als je er nog niet goed van bewust bent, want let op. En nogmaals, de mensen die in de coachopleiding les van mij hebben gehad, die moeten deze kennen. Er kwam een cliënt bij mij en die wilde graag met mij aan de slag met zijn time management technieken. Want hij merkte, hij had ontzettend veel te doen en hij kwam eigenlijk niet goed, uit zijn tijd. Hij had altijd nog veel dingen die hij wilde doen. En hij komt bij mij aan tafel en hij had nog geen twee woorden gesproken en ik zag het al. Voor de mensen die wel al een coachopleiding hebben gedaan, je hebt een model dat heet de logische niveaus van Bateson of de piramide van Diltz. En dan zie je de niveaus van bewustzijn. En binnen dat model zeggen we dat er altijd een laagje dieper de oplossing nodig is om een laagje daarboven het op te lossen. Ik ga daar niet nu op in, want het wordt geen les over het model. Maar ik had het model geleerd. Ik heb twee gesprekken met hem. En ik zie duidelijk, hij komt bij mij met de vraag, wil je mij time management technieken leren? Want dan is mijn probleem opgelost. En dat is in het model, zegt hij dus eigenlijk, leer mij competenties, want dan kan ik mijn gedrag anders doen. En ik hoor hem dat zeggen en ik denk, ja... Tuurlijk, jij wil time management technieken, daar zit het hem helemaal niet in. Dat zeg ik niet. En ik moet je ook eerlijk zeggen, zo bewust als ik het je nu vertel, was het toen niet. Maar het maakt even leuk om, ik maak het even wat groter. Dus terugkijkend is dat het proces wat er in mijn hoofd zich heeft afgespeeld. Ik weet ook tot op de dag van vandaag dat ik gelijk heb en dat het niet op het niveau van competentie zag, maar veel dieper. Maar het is niet aan mij om dat te weten en dat te zeggen. En het is al helemaal niet aan mij om met, ik zeg het altijd maar, want wat heb ik gedaan? Ik zag dus op welk niveau zijn belemmeringen zaten. En ik dacht dat ik de cliënt zeg maar zelf het proces liet gaan om daar te komen. Maar dat deed ik niet, want door mijn vraagstelling, door steeds door te vragen en steeds dieper te gaan... Mijn docent zou zeggen, door met mijn grote poten op zijn pijn te gaan staan, ging ik veel sneller en veel dieper dan goed voor hem was. En uiteindelijk dus ook goed voor mij. Ik zal je even vertellen hoe dat dus is gegaan. Hij zegt, Vera, wil je mij wat time management technieken leren? Ik zeg, ja natuurlijk, ik ben buitengewoon goed georganiseerd en ik heb ook allerlei leuke technieken die ik mensen kan leren. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Dus ik was toen helemaal fan van Getting Things Done van David Allen. Misschien dat jullie dat kennen. Dus ik ging hem een aantal werkwijzen van dat Getting Things Done leren. Maar ondertussen doorvragen op de diepere lagen. We hadden denk ik 3 gesprekken gehad. En ik had hem ook daadwerkelijk wat dingen uitgelegd over die time management technieken. En tussen het 3e en het 4e gesprek belde hij mij op. Hij zegt, Divera, ik denk... hij belde mij niet op. Hij stuurde mij een e-mail. We hadden een volgende afspraak al gemaakt. Hij zegt, die volgende afspraak die wil ik even voorlopig afzeggen. Ik ga even aan de slag met mijn time management technieken. En zodra ik daar verder mee kom, bel ik je nog voor de volgende afspraak.
En jullie mogen één keer raden wat er daarna is gebeurd. Ik geef jullie even de tijd om te reageren, of op Facebook of in de chat. Ik zal even kijken of ik hier nog iets gemist heb. Hè, dus hij zegt, die volgende afspraak laten we die maar niet doen. En ik bel je nog voor de volgende afspraak. Precies, Lisette. Die zien we nooit meer terug. Ik kan hier nu een beetje grappig over doen, hè. Maar eigenlijk is dit heel serieus. Niets meer gehoord. Ik heb natuurlijk wel, hè, ik laat het er niet zomaar bij zitten, dus nog een berichtje gestuurd van, goh, hoe gaat het? Is het gelukt om het in de praktijk te brengen? En hoe loopt het? Geen reactie. Geprobeerd te bellen, voicemail. Het ging mij een beetje ver om dan te bellen met een anoniem nummer. En als hij dan opnam, dan te zeggen, ja, ik heb je nu toch te pakken. Maar ik heb dus niets meer van hem gehoord. En toen bleef ik eigenlijk in vertwijfeling achter van ja, maar hoe kan dat nou eigenlijk? Want naar mijn idee ging het hartstikke goed en we waren heel goed op weg om daadwerkelijk naar boven te krijgen waar het om ging. En ik vergroot het kijk, 100% zeker dat dit precies is hoe het is gegaan, hè? Dus dat ik op de pijn heb gestaan. Ik wil ook wel eens zeggen, met een gloeiende pook daar heb geprikt waar het nog geen tijd was om te prikken. Dat de reden was dat het zo abrupt stopte. En ik, dus 100% zeker weet ik dat niet. Omdat, kijk, mijn cliënt, die denkt niet in die termen, hè? Die voelt alleen weerstand, die voelt, dit gaat niet helemaal zoals ik wil, dit wil ik stoppen, en die komt gewoon niet meer terug. Ik heb op een gegeven moment nagegaan, ik ben met collega's heb ik het erover gehad, en ik ben er op een gegeven moment achter gekomen, ik kan zeggen 99,9%, het kan bijna niet anders. En daar moet ik echt hand voor in eigen boezem steken. Ik ging te hard. En ik ging met mijn grote poten bovenop zijn pijn staan. En ik, weet je wat het erge is? Niet eens dat hij niet terug is gekomen voor het volgende gesprek. Het ergste is dat ik ons, cliënt en coach, niet eens de kans heb gegeven om te ontdekken dat hij misschien alleen maar die time management technieken nodig had om een stikgelukkig leven te leiden. Het feit dat, hè, en dat is wat ik bedoelde aan het begin van deze training. Ik heb mijn leven op een bepaalde manier moeten leven. En ik heb strijd moeten leveren. En ik heb obstakels overwonnen. En ik heb in grote shit, prut en modder gezeten. En ik heb me eruit losgeworsteld en gevochten. En dat is ook de manier waarop ik dus keek. Van je moet dus blijkbaar... En nogmaals, ik vergroot het uit, maar zo kan ik mijn boodschap het beste neerzetten. En zo kan je, haal er voor jezelf uit wat je eruit kan halen. Dus ik dacht, dat is de manier waarop je het moet doen. De pijn voelen, goed flink geconfronteerd worden. Hè? Ik worstel en ik kom boven. En ik heb hem niet eens de kans gegeven om wellicht alleen door time management technieken de dingen zo te draaien, zodat het voor hem echt helemaal goed was. Snappen jullie wat ik ermee probeer te zeggen? Snappen jullie mijn punt buiten de details van dit voorbeeld? Laat me even weten. Geef me even wat duimpjes of wat hartjes hier op Facebook. Of geef me even van, ik snap wat je bedoelt op het webinar. Ik kijk even naar de opmerkingen. Annette zegt, hij had het veel te druk om te reageren. Die vind ik wel erg leuk. Ja, wie weet. Toch kan dat door coaching ontstaan zonder dat jij als coach zelf denkt dat het op een andere laag zit. Ja, zeker. Kijk, Lisette, dat zeg je heel goed. Als ik het had laten gebeuren op de tempo en intensiteit van mijn cliënt, weet je, het mooie is, nu weet ik, ik zeg het ook tegen iedereen met wie ik werk vanaf het begin, ik heb geen idee waar dit naartoe gaat en waar we stoppen. En we doen wat nodig is en wat zich aandient. Terwijl toen ging ik zo dat gesprek niet in. Ik ging dat gesprek in, maar ik weet precies hoe diep dat zit. En dat varkentje wassen we wel even.
Wacht even. Dan moet ik even. En inderdaad, Lisette, door de coaching, als je het tempo volgt van je cliënt en af en toe een beetje. Hè, ik laat niet iemand in zijn veilige hokje zitten als het nodig is om misschien af en toe even een beetje te schuren. Maar dat betekent niet 3 niveaus van beetsen dieper de vlammende pook erin steken en met je grote voeten erop gaan staan. Omdat je denkt van ja, nee, dit is nou echt de manier waarop dat moet gebeuren. Anita zegt, ik heb ook een cliënt gehad die abrupt stopte. Toch had ik het gevoel dat er iets wordt aangeraakt wat ze nog niet aan kon. En ik heb me dat niet persoonlijk aangetrokken. Erg knap van mij, als je mij kent. Oh nou, fantastisch. En later heeft ze gezegd, ik was zo beroerd na die sessie en ik wil niet zo diep. Ja, ik kan dat niet beoordelen vanaf deze kant, hè. Maar het is denk ik heel goed. Ik vind het tof dat je die opmerking plaatst hier in het webinar. Het kan geen kwaad om daar eens over na te denken van, hè, wat is jouw aanpak? Welke vraagstelling heb je gebruikt? In hoeverre heb jij je cliënten tempo laten bepalen? Of heb jij wellicht op een bepaald moment toch het roer overgenomen? Ik zeg dus zeker niet dat dat hetzelfde is, maar het mooie is, het geeft je wel iets om even over na te denken en om op te reflecteren. En wat ik wel heel tof vind van jouw cliënt, is dat zij dus heel duidelijk wel heeft herkend wat er gebeurde. Want ze zei dus, ik wil niet zo diep gaan, ze was beroerd. Nou ja, dat is al wat meer, hoe noem je dat? Bewustwording van wat er gebeurde. Even kijken. Fijn om te horen, herkenbaar heb ik ook eens gehad, zegt Ini. Nou, daar ben ik heel blij om. Ja, duidelijk, hij was er niet aan toe en jij was verder in het proces. Ja, maar zelfs die opmerking, let op. Het is zo subtiel, jongens. Annette, jij zegt, ik was verder in het proces. In wie zijn proces dan? In mijn proces misschien? Wie weet, hoefde dat proces niet verder te gaan? Snap je? Je hoeft nu... Kijk, een valkuil nu is dat ik dit allemaal vertel en dat je nu vreselijk krampachtig niet dingen wil zeggen die je opvallen in een coachgesprek. Hè? Dat is dan weer de andere kant. Dat moet zeker niet zo zijn. Maar besef je dat het proces en de stappen die er gezet worden, het tempo, bepaalt de cliënt tot op zekere hoogte. Hè? Net wat ik zeg, je kan best, en dat benoem ik ook vaak, je kan best af en toe zeggen van nou, volgens mij kunnen we best wel even een stapje verder hierop doorgaan. Hè? Om iemand een beetje uit te lokken om te stretchen. Maar stretchen is anders dan 3 stappen overslaan. Snap je? Lisette zegt, ik coach voornamelijk in de diepere laag, maar daarin ligt ook de valkuil om te diep te gaan. Ja, en eigenlijk, wat goed is, als jij daar bijvoorbeeld, Lisette, als jij dus heel duidelijk jezelf profileert als ik ben coach voor bla, of ik doe dit of ik doe dat, en mijn aanpak is dat ik vrij snel echt de diepte inga, dan kan ik als cliënt besluiten, wil ik dat ja of nee? En als ik dat wil, dan weet ik dat. En zodra je dat dus ook aan de voorkant, zeg ik maar, bekend maakt, dan is er ook niks aan de hand, want dan weten jullie allebei wat er mogelijk kan gebeuren. Even hier nog kijken. Hey, dat zeg ik ook zo, zegt Anita. Ik loop met je mee en vertrouw erop, dat komt wat nodig is voor jou. Te gek. Ja, wat ben ik lomp, hè. Oh, vreselijk. Was, hè? Was. Dat gebeurt me nu natuurlijk nooit meer, dat begrijp je. Voel dus tot hoever ik ga. Oh, Anita zegt, was tijdens voice dialogue en haar deel gaf informatie was van schrok. Ze wilde graag met dat deel in gesprek. Ja, ja. Dat is ook nog wel iets. Oh, bedankt voor de steun. Dat is ook nog wel iets. Dingen als voice dialogue en dergelijke. Ik weet dus niet in welke fase van het coachtraject dit was, Anita. Of je dat al in de wat eerdere gesprekken of wat verderop doet. Het is een lastig iets. Ik weet wel dat als ik overweeg om zoiets te doen, dat ik zorg dat ik wel een soort van randvoorwaarden neerzet. En
wel, ik wil iemand niet afschrikken, maar wel, wel extra zorgen voor een veilige, vertrouwde omgeving. En bijvoorbeeld zeggen van, hè, op elk moment dat je wil, dat je zegt van, nou, ik vind dit toch niet zo prettig, kun je op elk moment stoppen. Dus dat iemand niet het gevoel heeft dat hij het helemaal af moet maken. Dus om aan de voorkant al wat een soort veilige escapes in te bouwen, kan je de regie wel bij je cliënt laten. Want sommigen willen wel verder. Maar kan je er ook voor zorgen dat de cliënt weet, omdat je het aan het begin hebt aangekondigd, van goh, als je toch merkt dit gaat misschien te ver of dit vind je toch niet zo prettig of wat dan ook. Desnoods spreek je af dat de cliënt dan even of zijn hand opsteekt als je met stoelen werkt, op de andere stoel weer gaat zitten bijvoorbeeld. Maar dat is even specifiek voor dit voorbeeld. Na 3 gesprekken, ja, je kan het niet zoveel... daar kan je dus niet zo heel veel over zeggen. Het is in ieder geval niet in het eerste gesprek geweest, dat is al goed. Het was een van mijn eerste proefcliënten en ik durf wel, ja, heel goed. Ja, heel goed. Dus... Wat mij betreft, welke vragen moet jij je als coach stellen? Is waarom doe je dit? Waarom wil je dit werk doen? En wees heel eerlijk in hoeverre vanuit ervaringsdeskundigheid is. Of vanuit dat je wilt redden of helpen of wat dan ook. Het is allemaal helemaal niet erg. Zolang je je maar wat meer bewust bent van jouw drijfveren. Zodat je ervoor kan zorgen dat het niet onbewust jouw stuur gaat overnemen in je coachgesprekken. En de tweede vraag die je zelf moet stellen en natuurlijk ook moet gaan beantwoorden is, wat zijn jouw issues? Weet wat jouw gevoeligheden, pijnpunten, belemmeringen, overtuigingen enzovoort zijn. En een hele goede vraag die al veel eerder was gesteld, maar waar we nu eigenlijk, nu we zoveel met elkaar hebben gedeeld. Even kijken, hey Sil, leuk om je weer even te zien. Je tunt nu pas in avondvierdaagse hier. Je kijkt straks terug. Moet je zeker doen. Pak lekker een kopje thee erbij. Komt goed. We zijn nu op het punt gekomen waarop we met elkaar ook even kunnen uitwisselen. Van, nou, als je nou weet dat je moet weten waarom je het doet en wat jouw issues zijn. Omdat dit zo belangrijk is, heb ik dus de stelling om goed als coach te kunnen werken, moet je minstens 1 geaccrediteerde coachopleiding hebben gedaan met voldoende oefenuren. Dus wat mij betreft, om goed als coach te kunnen werken, moet je minstens 1 geaccrediteerde coachopleiding hebben gedaan. Dat betekent dat er dus, geaccrediteerd betekent dat hij volgens de normen van de EMCC, en dat is, we hebben gewoon een beetje pech, want het coachvak is een vrij beroep. Mazzel en pech, dat is een beetje allebei. Het is een vrij beroep, dus je hoeft je aan geen enkele regels of opleiding of wat dan ook te voldoen. Je kan gewoon zeggen, ik ben coach. Doe je van. Je bent coach en dan ben je het ook. Maar om dat werk goed te kunnen doen, zowel voor jouw cliënt, maar vooral voor jou. Hè. Ik praat hier tegen jou, niet per se voor je cliënten. Ik praat hier voor jou, want ik weet als jij het voor jezelf goed doet, dat jij je werk weer goed kan doen voor jouw cliënten. En alleen door die coachopleidingen leer je dus bepaalde theorie. Zoals we in het begin al zagen, overdracht tegen overdracht. En weten hoe de niveaus werken. Zodat je ook weet hoe je dat op een wat rustiger manier kunt opbouwen bijvoorbeeld. Door te oefenen in de coachopleiding. En af en toe misschien even een scherpe interventie te krijgen. Zoals mijn docent bij mij heeft gedaan. Maar ik heb dat nodig gehad om veel meer ontspannen te kunnen zitten tijdens mijn coachgesprekken. En daardoor dus veel succesvoller te kunnen zijn voor mezelf en voor de ander. En succesvol betekent dus niet dat ik me de blubber werk omdat ik denk dat we iets moeten bereiken. Maar succesvol binnen coaching, wat mij betreft, betekent dat je in staat bent om naast iemand te lopen en iemand te laten inzien welke dingen die uit zichzelf kan halen. En dat hij op zijn eigen tempo zijn eigen ontwikkeling kan doormaken. En dat we daar af en toe iets in versnellen en in afremmen. Dat we af en toe laten zien van, goh, kijk eens hier en kijk eens daar voor de mogelijkheden. Maar dat het niet het werk is wat wij doen, maar wat onze cliënt doet.
En vooral die praktijkervaring. Ik heb me door het werk wat ik doe, en ook omdat ik zelf ook een aantal coachopleidingen geef, enorm verdiept in van wat zijn nou de verschillen in de verschillende opleidingen wat, met betrekking tot vlieguren maken, met oefencliënten werken en dergelijke. En niet elke opleiding biedt dat standaard aan. En dat geeft niet, dat is nou eenmaal zoals het is. Maar daarom doe ik dus bijvoorbeeld dit werk en daarom doe ik deze online training, om je met dit hele verhaal, wat heeft, hoe noem je dat, doorgewerkt tot dit moment, dat ik de stelling wil neerzetten, je moet minimaal 1 geaccrediteerde opleiding hebben gedaan en genoeg vlieguren gemaakt hebben, voordat jij op een goede manier kunt coachen. Want dat voorkomt dat je de fouten maakt die ik heb gemaakt. Misschien niet helemaal, maar wel misschien in de mate waarop ik ze heb gemaakt, weet ik niet. Maar het maakt je in ieder geval ontzettend goed bewust van wie jij bent en wat jij meeneemt in je coachgesprekken. En daar hoeven we helemaal niet groots en meeslepend en moeilijk over te doen. Dat van ja, we hebben allemaal, dan moet je heel lang en ver graven voordat je je grote issues naar boven hebt. Nee, als jij weet van nou, ik ben een perfectionist en ik ben bijvoorbeeld heel resultaatgericht. Dat je dan leer je ook, want in de coachopleiding alle oefeningen en methodieken ga je zelf ook, onderga je zelf ook. Daarbij komen als vanzelf jouw issues naar voren en weet je dus waar je alert op kan zijn. En wat ik altijd zeg is, ik heb door de jaren heen heb ik een soort, ik heb een reservebank, dat visualiseer ik voor mezelf. Een reservebank die zit in mij. Want mijn perfectionist, mijn de redder, mijn liefdevolle saboteur, weet ik veel wat voor onhandige dingen er allemaal kunnen spelen in mij. Het hoort wel allemaal bij mij. Ik ga dat niet, ik kan dat ook niet afsluiten of wegzetten of helemaal negeren. Maar wat ik wel doe, op het moment dat ik dan in een coachgesprek ga of in een coachsituatie ben, dan zie ik soms mijn redder al aankomen omdat ik een bepaalde situatie misschien herken. En ik plaats haar liefdevol op de reservebank, want ze mag wel meekijken, maar ze mag geen actieve rol meer spelen in die coachgesprekken. En dat kun je niet ontdekken in je uppie. Dat is gewoon onmogelijk. Want dat is wat ik eerder ook al had gezegd. De definitie van blinde vlekken zijn dat we ze zelf niet zien. Dus je moet een ander hebben of anderen hebben die met jou erover in gesprek kunnen en dat je kan denken, oh ja, wow, wel interessant. Dus, we zijn inmiddels alweer wel even bezig. Wat vinden jullie, jongens? Want ik heb niet eens gevraagd eigenlijk welke coachopleidingen jullie hebben gedaan. Want wie weet zeg ik wel, je moet een geaccrediteerde opleiding hebben gedaan en je denkt, ja crap, mijn is eigenlijk helemaal niet geaccrediteerd. Of ja, ik doe een online cursus en ik krijg alleen wat theorie, maar echt praktijk krijg ik niet. Ik ben even benieuwd naar hoe je er nu in zit op dit moment. Geef me even wat reacties. Ik zal hier even kijken. Oh, mooi. Anita zegt, ik vind het een super metafoor, die reservebank. Ja, daar heb ik ook nog wel eens een blog over geschreven, moet je maar eens kijken. Ik ga even kijken of ik niks belangrijks mis. Oh, wat lief. Ini schrijft, ik vind het leerzaam en leuk dat je zo puur bent. Nou, dat vind ik een enorm compliment. Dank je wel. Het feit dat je dat zo zegt en dat ik het ook echt zo kan ontvangen, zeg maar, betekent dat ik ben van ver gekomen. Ik ben gekomen van maskers opzetten en doen alsof je het allemaal helemaal voor elkaar hebt en je vooral niet kwetsbaar opstellen. Tot dit. Eigenlijk mijn grootste uitglijers gewoon zo open en bloot vertellen. En tuurlijk vind ik dat spannend. Dat zal ik altijd spannend houden. Alleen ik weet, ik kan het nu in een groter geheel zien. Lisette zegt, ik heb geen geaccrediteerde opleiding gevolgd en wat jij zegt bevestigt mijn gevoel heel goed.
Ja, ik heb nog zeker wel tips voor een goede opleiding. Ja, ik vind het alleen niet zo heel chic. Ja, ik weet niet. Ik vind dat een beetje lastig. Ik ga je dan één op één nog wel even tippen. Ik zal je dan vertellen welke opleidingen ik heb gedaan. Ik heb er geloof ik ook nog wel eens over geschreven. Maar ik wil het even wat algemeen houden. En jullie, dan weten jullie in ieder geval dat je moet zoeken naar geaccrediteerde opleidingen. Dat kun je bijvoorbeeld op de site van de NOPCO. Hebben ze een hele mooie lijst met allerlei opleidingen. Ik ben heel tevreden over wat ik zelf heb gedaan. Maar dat vind ik nu voor dit verhaal, wat ik heel belangrijk vind, wat veel andere coaches ook gaan luisteren en hopelijk dat ik daar heel veel reacties op krijg, dan wil ik niet zeg maar iets eruit pakken. Dus daar kom ik op mijn, ik beloof dat ik daar op mijn Facebookpagina nog wel op terugkom. Ja? Ja, en welke de beste is, kan ik dus niet zeggen, hè? Want ik heb ze niet allemaal gedaan. Ik heb er 2 gedaan, daar ben ik heel erg tevreden over. Maar die zijn ook heel verschillend, dus daar ga ik nog wel... Oh, goeie. Joyce Louise zet een link in de chat over de geaccrediteerde opleidingen, de link van de NOPCO. Ja, helemaal goed. Ik kijk even hier nog. Lisette zegt 1 reguliere gevolg bij de LOI, verder meer in een andere hoek. Ja, prima. Hartstikke goed. Er is nog wel iets waar ik jullie op wil attenderen. Ik ga even kijken. Oh nee, en ik wil nog iets zeggen, want ik schreef in de aankondiging ook dat dit hele verhaal, waar we het met elkaar over hebben gehad, gaat je tijd en geld besparen. Ten eerste gaat het je tijd besparen omdat je nu veel bewuster bezig bent met de manier waarop jij omgaat met je cliënten. Dus je coachgesprekken worden effectiever als je hier bewust mee omgaat. En stel nou voor dat je een paar keer hebt gehad dat je een traject niet hebt afgerond en dat je denkt, hoe kwam het nou? Omdat je misschien toch te snel te diep bent gegaan. Dan kost het je enorm veel tijd om je praktijk goed op te bouwen met mensen die wel jouw traject gewoon bij jou volgen. En het zal je geld besparen. Want op het moment dat jij goed voor jezelf afvraagt, waarvoor doe ik het? Wat zijn mijn issues en is dat dan ook per se de reden waarom ik met die speciale groep wil werken of niet? Door je daar wat meer bewuster van te worden en je bewust te worden van het feit dat je eerst, wat slim is zorg nou dat je vlieguren maakt. Ik ga een beetje van hak op de tak, maar ik ben blij dat ik dit heb opgeschreven, want dit wil ik je nog wel vertellen. Zorg dat je praktijkuren maakt. En of dat nou met oefencliënten is of met betaalde cliënten. Voordat je een website gaat bouwen, logo's gaat ontwerpen, visitekaartjes gaat drukken, giveaways gaat laten haken. Ik heb een enorm bedrag aan leergeld moeten betalen. Ik heb voordat ik voor mezelf helder had... met welke groep ik echt wilde werken, had ik een webbouwer ingeschakeld en had ik gezegd, ik weet het. Het wordt gewoon, hè, ik hou het zo algemeen mogelijk, zodat ik zoveel mogelijk mensen aanspreek. Dit moet het worden. Ik zal daar misschien nog wel een aparte uitzending over doen, maar uiteindelijk heb ik geen nieuwe website. Ik heb wel veel geld betaald en het is puur mijn eigen schuld, want ik ging van links naar rechts. Want met alles wat hij aankwam, dacht ik van ja, maar dat is het toch niet. Ja, maar dat is het toch niet. En ik had onvoldoende door waarom ik doe wat ik doe. Wat dus ook de doelgroep is waar ik het liefst mee wil werken. En omdat ik een perfectionist was. En ik dacht van het moet allemaal meteen goed. Hè, met mijn masker op van niet om hulp vragen, maar gewoon doen alsof je het helemaal in het snotje hebt. Het gaat je dus geld besparen op het moment dat je nu ervoor zorgt om zoveel mogelijk praktijkuren te draaien. Zoveel mogelijk te voelen en te ervaren hoe wil ik zijn als coach, met wat voor soort cliënten wil ik werken. En dan pas geld te investeren om, laten we zeggen, de punaises te laten glanzen. Mooie websites, logo's en dergelijke te hebben. Deze vond ik nog wel even van belang. Het is gek, terwijl ik dit vertel, lijkt het een beetje off-topic.
Maar toch vond ik het belangrijk om te noemen. Snappen jullie een beetje hoe dat in elkaar steekt? Geef me even wat reactie. Ik zie dat jullie mooi met elkaar aan het chatten zijn. Dat is ook wel goed hoor. Even zien. Anje schrijft nog, ik mis bij de thuisstudie toch praktijkervaring. Ja, helemaal terecht. Ik heb, Anje, heb jij van mij al de 10 gouden tips om te werken aan je praktijkervaring gedownload? Die kun je gratis van www.divera.nl halen. Omdat ik dit zoveel tegenkom, helemaal voor de thuisstudies, moet je jezelf als het ware dwingen om je vlieguren te maken. En ik zou zeggen, begin daarmee met oefencliënten. Dan hoef je nog niet te doen alsof je het allemaal al weet. En misschien met de bibbers dan ook geld te vragen voor je werk. Maar kun je wel alvast de coach uithangen en je daarin ontwikkelen. Ik kom dat veel tegen bij de thuisstudies. Ja. Even zien. Ja. En ik heb nog wel even iets gaafs. Ik heb het eigenlijk aankomende maandag ga ik met een heel gaaf programma beginnen. De 10-daagse Weg met de Weerstand, Ik ben Coach. Daarbij krijg je elke dag een audio met een tool die ik zelf geleerd en toegepast heb. Want ik ben me enorm aan het verdiepen in de kracht van je weerstand en je belemmeringen in het licht zetten. Dat is eigenlijk ook wat ik nu heb gedaan met deze online training, misschien wel maximaal, door mezelf heel kwetsbaar op te stellen. En de dingen die ik moeilijk vind om daarover te praten. En daar inderdaad, het woord licht is al vaker gevallen, om daar het licht op te laten schijnen. Om je daardoor niet meer te laten tegenhouden, maar dat je daardoor juist verder kan gaan. Ik ga even kijken of dit werkt. Nee, wacht even. Hier. Kunnen jullie hem nu zien? Ik ga straks in de Facebook Live. Ik wilde hem eigenlijk alleen voor de mensen van het webinar geven. Maar ik vind het leuk. Iedereen die deze training dan heeft gezien. 10 dagen krijg je elke dag dus een tool om af te rekenen met de weerstand. En wat nou het gave daarvan is. Als je misschien bij jezelf nog weerstand voelt om echt te schitteren als coach, om zichtbaar te worden, om je omgeving en anderen te vertellen wat je doet. Daar kan je die oefeningen dus heel goed voor gebruiken. Maar je kan die verschillende oefeningen of die verschillende vraagstellingen of invalshoeken ook heel goed voor jouw werk met jouw cliënten gebruiken. Dat doe ik zelf ook heel veel. Ik probeer sommige dingen eerst een soort van op mezelf te toetsen. En dan gebruik ik het ook bij mijn cliënten. En een aantal van jullie zullen zelfs een aantal vragen die ik in dit programma heb herkennen, omdat ik die zeg maar met jullie heb besproken. En normaal gesproken kost dit programma €97 ex BTW. Maar ja, het hoort er een beetje bij dat je in zo'n online training een mooi aanbod doet, toch? Dus heb ik deze speciaal voor jullie hier op het webinar, speciaal voor jullie die de Facebook Live luisteren, heb ik een actie voor €77 ex BTW kan je vanaf maandag meedoen. Krijg je elke dag een oefening, een audio en de vragen in je mailbox. En wat ik ga doen, aankomende vrijdag, volgende week vrijdag en de vrijdag daarop, doe ik een Facebook Live en mag je me alle vragen stellen die je hebt naar aanleiding van dit programma. Want ik weet als geen ander, op het moment dat je aan de slag gaat met zoiets bijzonders als weerstand of belemmeringen of blokkades zijn allemaal van die hele, weet je, ik heb een heel leuk woord, heb ik eigenlijk van iemand anders overgenomen. Wat vinden jullie van gedoe? Als ik het nou gewoon gedoe noem. We hebben zelf last van gedoe en vaak heeft onze cliënten ook last van gedoe. Nou, voor dat gedoe, daar heb ik dus deze 10-daagse voor ontwikkeld. Neem anders even de kans als je wil. Zien jullie de aanbieding nog in beeld? Ja, kijk er even naar. Ik blijf nog wel eventjes online. Want mocht je meteen al vragen hebben, dan kan ik die stellen. Want het kan zijn, ik heb het echt net pas online gezet. En misschien dat niet alle linkjes goed werken. Dus dan blijf ik liever online om je nog even verder
op weg te helpen. Ja, precies. Gedoe is uitdaging. Ik vind gedoe ook een soort van... zo herkenbaar, ja. Gedoe ik leuk. Ja, ik ook leuk, Anita. Ja, leuk. En wat bedoel je precies, Lisette? Ja, maar het voelt zo oprecht. Of het voelt oprecht zo. Ik ben even benieuwd wat je daarmee bedoelt. Want ik zit dan zo te praten, dan weet ik niet meer precies in welke fase we zitten. Ja, heel graag, Joyce Louise. Ik vind het erg lief dat je de moeite neemt om dat dan nog even te laten weten. Ik vind het echt heel tof dat je het waardevol vindt. Dan is het voor mij missie geslaagd. Mijn thee is koud geworden, maar dat is logisch. Want ik moet natuurlijk veel praten en veel dingen vertellen en zo. Welke vragen... Ja, ik zet de link op de mail. Als je dat bedoelt, Lisette. En anders zet ik de link ook nog wel... denk ik... Nee, ik doe het anders. Voor de mensen op de Facebook Live. Stuur mij een privébericht als jij de details van de aanbieding wil. Oh, wat leuk. Je zit tegen mij terug te praten tegen het scherm. Ja, nee, dat werkt niet. Ik kan je niet horen. Dus kijk je de replay terug. En wil je graag gebruik maken van de speciale actie voor de 10-daagse Weg met de Weerstand. Ik ben coach. Stuur me dan een privébericht. Dan stuur ik jou de link. Want ik wil dat niet zomaar voor iedereen beschikbaar maken. Jullie hebben de moeite genomen om te luisteren en om je kwetsbaar op te stellen. Welke vragen hebben jullie misschien nog? Of wil je iets zeggen? Of dat je nog iets kwijt wil? Jacqueline, dank voor je kwetsbaarheid en je info en je energie. Ja, heel graag gedaan. Ja, weet je, bedankt dat jullie het wilden horen. En bedankt dat jullie vragen hebben gesteld. En dat ik de mogelijkheid heb om dit zo aan jullie te vertellen en te delen. Oh, en ik weet trouwens wel een leuke. Wie vindt dit balletje leuk? Ik heb er heel veel nog. Ik ga eerst even dit afmaken. Laat ik het anders zeggen. De eerste 5 die zich aanmelden voor de 10-daagse Weg met de Weerstand. Ik ben coach. Dan stuur ik je zo'n balletje toe. Moet je alleen wel voor zorgen dat je je adres geeft. Het lastige is, hij is net te groot om door de brievenbus te gaan. Dus hij moet met pakketpost. Dus dan wil ik dat als een soort van extra incentive doen. En misschien verzin ik er nog wel wat anders op. Lisette vraagt, hoe heet de besloten Facebookgroep? Mag je daar niet zomaar lid van worden? De besloten Facebookgroep is een onderdeel van de Schatkamer voor Beginnende Coaches. Dat kun je bekijken op mijn website. Dat is een betaalde lidmaatschap. Die is nog niet open, want ja, je gelooft het bijna niet. Maar ik ben nog in mijn zwangerschapsverlof, eigenlijk officieel. Vanaf 1 juli ben ik officieel weer in de lucht. Nou ja, En dan, ga ik de deuren ook weer open doen van de schatkamer. Dus je kan in ieder geval even op de website kijken, Lisette, wat dat precies inhoudt. Ja, ik zeg, het is zo mega gaaf daar. En er zit zoveel waardevolle informatie in en zulke toffe mensen dat je daar gewoon bij moet horen. Maar goed, hè, wie ben ik? Het is hetzelfde als dat ik zeg, mijn dochter is de mooiste van de hele wereld. Dat is natuurlijk logisch dat ik dat zeg. Heb je jou ingeschreven, Mirjam? Dat ga je niet menen. Dat zou ik echt heel tof vinden. Het is niet dat ik je niet geloof, maar dat wil ik dan natuurlijk even... Active. Wacht even, hoe ga ik dat nou zien? Dat vind ik dan wel even tof. Ik kan meteen niet meer tikken. Zo enthousiast word ik. Even zien. Waar ben je? Ja, ik zie het! Mirjam, zorg dat je even... Want ik denk... ik denk wel dat je bij de betaalgegevens je adres moet invullen. Ik stuur jou zo'n balletje toe. Lisette, ik ga jou de link van de aanbieding zo meteen sturen.
Dus de eerste vijf, ik denk dat ik er straks al twee binnen heb. Dus ik heb nog genoeg balletjes, maar de eerste vijf die zich aanmelden, dan stuur ik je deze. Deze is, je kan hem voor van alles gebruiken, hè, maar gebruik hem als reminder voor hetgeen wat jij nodig hebt. Ik heb het heel lang als reminder gegeven aan mijn cliënten dat ze zich moesten richten op hun cliënt en niet op zichzelf en wat er bij hunzelf in hun hoofd afspeelt. Maar wie weet is dit voor jou wel de reminder om jouw coachdroom elke dag aandacht te geven, zodat jij kunt schitteren als coach en een verschil kan maken in de wereld. En als je je dan weer afgeleid voelt omdat mensen daar een oordeel over hebben, of omdat je dingen nog spannend vindt, dat dit je kan helpen om als reminder te dienen. Jeetje, wat goed. Oh, wat leuk dit. Superleuk. Dames en heren, welke vragen hebben jullie misschien nog? Wil je nog iets kwijt? En het mag wat mij betreft over alles gaan. Ik zit hier nou toch, alles als het over je coachdroom gaat. Ik heb niet overal verstand van natuurlijk. Dus laat me even weten of je nog een vraag hebt of dat ik je, of dat je nog iets wil zeggen. En anders, geef me even wat liefde op Facebook of geef me even, het was helemaal goed zo, opmerking in het webinar. Want dan weet ik dat we op een goede manier kunnen afronden met elkaar. Jeetje, wat gaaf dit. Echt heel gaaf. Ik vind het echt zo ontzettend leuk. Ik ben zo blij ook met jullie, hoe jullie hebben. Snap je dat ik het zonder jullie niet kan doen? Überhaupt mijn werk niet, maar ook dit verhaal niet. Dus laat me even weten of je er klaar voor bent om af te ronden. Leuk en leerzaam, heel graag gedaan, Anje. Heel tof. Ik zie eigenlijk geen vragen verder binnenkomen. Hier nog even kijken. Even om mijn telefoon heen kijken. Beetje onhandig gedaan. Ik weet niet hoe ik dat moet oplossen. Even zien. Gonnie, heel graag gedaan. Ja, Siel, tot heel snel. Ja, ik spreek jou heel graag heel snel weer. Oh, goed nieuws trouwens. Ik kom misschien naar Twente binnenkort. Hey. Dus dan laat ik het je weten. Ja, heel graag gedaan, Margreet. Lief van je dat je neerzet. Anita zegt, je zit even te neuzen in de schatkamer. Helemaal goed. Ik neem aan dat je op de website kijkt wat er allemaal in zit. Oh, er zijn genoeg mensen ook hier, maar ook op mijn zakelijke pagina. Maar ja, ook mensen waarmee ik gelinkt ben, die al in de schatkamer zitten. Dus je kan altijd eventjes kijken, dat je even misschien een vraag kan stellen van, goh jongens, is dat wat voor mij, ja of nee? Oh, kwam ik weer zo ontspannen over. Wat tof, interessant. Nou, heel graag gedaan, hele fijne avond. Nou, ik denk dat we klaar zijn om af te ronden. Ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken dat jullie er zijn en dat ik hierdoor mijn prachtige werk, wat niet als werk voelt, kan doen. En niet vergeten, nooit vergeten, de wereld wacht op jou om te schitteren. Ja, ik laat je zeker weten wanneer ik die kant op kom, Sylvia. Wat denk je? Ik laat die kans toch niet voorbij gaan. Goed, hele fijne avond en tot heel snel. Dag!